Er is één. Oké, okay, stop maar. Oké. Okay. Oh, 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 oh. Ik ga stoppen, jongen! Kreeg hij er. Ah! 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 Oh, nee, dit. Nee. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag zijn we terug met de nieuwe update van GTA 5 Online. Want er is een nieuwe update uitgekomen. Een heist van het casino. Dus die gaan we samen met jullie checken. We gaan de hele heist spelen. Dus ja, die kan je ook gaan verwachten. En we gaan nu lekker naar de L van Lester. Want Lester die heeft ons iets te vertellen. En ik weet niet wat. Maar we zullen zien, hoppa, gewoon hierover, om dat canyon, hoppa. Hallo, hallo. Moet ik hier zijn? Oké. Okay. Lester, where are you? Well, I'm here. I was just gonna message you back and tell you to dick off. And I thought, well, why not? Why not go down there and meet her and tell her to dick off IRL? Look, look, whatever you want. Me, whatever this big new job is, I'm out, okay? I'm done. I already took every decent score in the state. I cleaned out. Hey, Lester, rustig blijven, hey, hey. Retard. I rang the bell on half the BossAC 500 CEOs. I have more money than I could ever spend. Okay, so that's it. I always dressed like a retiree. Now, I actually am one. So go ahead, so I can tell you to shove it up. Nou, wat is dat? Ik wil niet weten wat erop staat. Uh-oh. Hij is boos. Vice president of Chang Holdings. Investor, philanthropist, socialite. She was just voted the 89th best dressed lady in China. Yeah, yeah. Ni hao. I did my undergrad in London, my master's in Vespucci, Mr. Crest. You can speak English. It's a pleasure to meet you. Likewise. Miss Chang has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You upset that Thornton Duggan muscled you out? My older brother was in charge. He was taken advantage of. Yeah, well, private equity money's always gonna try to screw you, lady. You want to talk to a lawyer, not us. You misunderstand. I don't want the casino back. I want them to wish they never heard of it. How so? You're going to rob it. And why would we do that? Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's a challenge. Better nou, dat is een goeie reden. Ja, ja, ja. Ik heb er wel zin in. Kom op, Lester. Laat je niet doen. Ga gewoon er mee. They told me you were the best in the business. And it only took me 5 minutes to clone yourself. Dat klopt, dat zeker met ons erbij. Okay. Maybe I'm a little stale, but I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me. Because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. Ja, Lester, ik zie het in je ogen. Je wilt eraan meedoen. Your associate will have to be the front. I'm not gonna pretend I haven't already looked into this job a little bit, you know, professional curiosity. So I'll send you a mail and it's up to you. Now if you'll all excuse me, I don't want to miss the early bird special. Bye then. Yeah. He's just how I thought he'd be. I hope you can help us. Quang, let's go. Yes, why not? Alright. Ja, we hebben er zijn. Lester will be touched again shortly. Oké, okay, dus we moeten even wachten tot Lester ons weer contacteert. Dus als Lester belt, ben ik bij jullie terug. Alright, Lester heeft ons een tekst gestuurd en die zegt: oké, okay, found something perfect. There are some old arcades on the Maze Bank foreclosures. That'd be perfect in the casino job if you're IM2. Oké. Okay. Oké, okay, we gaan Lester niet bellen. Dus we moeten naar ons internet gaan. En dan naar
Alright, omdat we Twitch Prime hebben, hebben we deze gratis. De Pixel Pete's Paletto Bay. Dus we gaan die gewoon kopen. We gaan niet upgraden, omdat we puur geen geld hebben. Dus we gaan het gewoon kopen. En we gaan gewoon een waypoint zetten. Ja. En dan gaan we er even naartoe rijden. Ik ga het wel weer knippen, want dit is niet echt heel bepaald interessant om gewoon er naartoe te rijden. Oké, we staan voor mijn facility en ik ben benieuwd. Je ziet al hele mooie dames staan, een heel mooi aapje, een spierman en een spacejongen. Dus we gaan gewoon zien wat er hier binnen aan de hand is. Als het goed is kunnen we dan ook gewoon een missietje starten. Dus dat gaan we auto zo meteen doen met Jan erbij. Maar eerst even kijken wat hier aan de hand is. Nou, jij hebt wel een mooie muts op. Helemaal niet dus. Hij is die fan van singleplayer Jimmy. Maar deze kost 1 miljoen. Ik heb hem gratis, maar het ziet er niet echt bepaald goed, goede staat uit, jong. Het is helemaal rommelig. Voor 1 miljoen. Hey, Wendy. Ja, zie je, ik had geleden dus Jimmy. Nou, Jimmy, en in plaats van videogames spelen, gewoon vegen, jongen. Nou, ik vind het helemaal niks. Oké, okay, ik kom eraan. Uh-oh. Oeh, secret room. Nou, maar dan ben ik wel altijd een kwartje kwijt. Oh, dat is een garage. Oké. Okay. Oké, in plaats van te werken voor crew, auto-opslag. En hier kunnen we aan werken, ja. Maar dat moet ik nog allemaal kopen, maar dat ga ik niet doen. Ik heb het geld niet. We gaan even wel een shortcutje halen binnenkort. Oké. Okay. Hier worden de plannen gesmeed, zeg maar. Oh, oh. Zijn daar hoor. Ja, ik jou ook. Oh, ze hebben presents mee voor ons. Yay. Geef me maar een cadeautje. Oké. Okay. Nee, dit is geen date. Je wordt een beetje zenuwachtig. Ze moeten afspreken op een hotel. Ja, die vent is ook gewoon niks gewoon, hè. Nou, we zijn in de garage dus. Dat is het. Nou, dus Wendy is ons nieuw contact. Hier worden dus de plannen gesmeed, zeg maar. We kunnen ook aan ons laptopje zitten, dus... Kunnen we even kijken, maar we moeten waarschijnlijk eens onze Securo service in. Niet kijken naar de naam, alsjeblieft. Oh, we moeten daar een public sessie voor in, oké. Okay. Dat gaan we dus later doen. Hier komen auto's te staan, dus het is gewoon onze garage. Hier is de uithang, dus ja, dat is niet interessant. Maar ik moet zeggen, het is echt redelijk rommelig. Dus Lester, je moet even opruimen. Hier hebben we nog een extra bureautje waar we niks aan hebben. En dan komen we hieruit bij... Onze soort penthouse zou ik zeggen. Hoppa. Dat is wel een leuke deur dit. Ja. Vind ik wel een leuke deur. Hier kunnen we ook nog een computertje gebruiken. Hier hebben we dus een overzichtje. Jimmytje staat gewoon ja niks meer te doen hè. Wat kan ik hier doen dan? Nou ja. Jimmy staat dus weer niks te doen hè. Wat is hier? Oh, de wc. Oh ja, hier wil je niet gaan poepen. Dat weet ik sowieso. Hebben we dan nog iets? Hoppa. Hey Wendy jongen, alles goed. Moeten we wel even drankenhuis halen, want we hebben niks meer.
Hey, Jimmy'tje staat hier weer te smoken of het niks is. Jimmy moet even doordoen, jongen. Even vegen, jong. En ja, dat is het dan weer al een beetje, zeg maar. Er is hier gewoon helemaal niks aan. Dit kost gewoon 1 miljoen. Nou, nog een wc'tje. Oh, een bureautje, nog eentje. Oké. Ik heb het volgens mij wel weer gezien. Het is niet echt heel bepaald spectaculair, dit. Misschien wordt het nog wel iets mooier. Nog wc, we hebben gewoon veel wc's, maar ask attendant for key, oké. Maar misschien gaat het nog veel mooier. Het is een arcade hall, dus ja. Wat we gaan doen, we gaan gewoon een missietje starten. Ik haal er even Jan bij. En kijk eens wie er naast me staat, hoor. Hallo! Het is de Joker, pas op! Ja, het is de Wolfman! Alright, we zijn al meteen gestart met de voorbereiding, Ryan. Ja? Want we hebben natuurlijk meteen arcade machines nodig. Ja, dat is sowieso wel handig. Hoe krijg je arcade machines? Door ze te stelen. Dat klopt, dat klopt. Met welke auto gaan we? Ga jij in je eigen? Ja, ik ga met een auto. Zo moet er ver. Ja, we moeten wel een stukje rijden. Ja, dat 7 klopt. mijn auto is alleen niet heel erg snel. Ah, de main ook niet, hoor. Nou, kijk, je rijdt nu al bij me weg, hé. Jongen, ik heb een off-road auto. Kan ik niet beter bij jou instappen dan? Dat mag. Ja, want ik stap ook bij jou. Durf je dat aan? Moet een mooie Opeltje achterlaten. Oh. Nou, ik moet zeggen, ik ben precies een clone die eruit komt. Ja, ja, maakt niet uit, joh. Eigenlijk als jij die auto moet besturen met je gezicht. Ja, dat klopt. Moet wel goed gaan rijden, hè. Het is nat op de weg, hè. Kom op, je kunt het is nat rijden. Op de weg, het is daarom, hè. Ik heb er wel zin in, man. Voor nu ziet natuurlijk die arcade hall ziet echt lelijk uit. Dat is niet normaal. Klopt. Maar ik denk dat die op een gegeven moment wel heel erg mooi wordt als we eenmaal die arcade machines hebben, al die troep eruit is. En, let op, als we natuurlijk eenmaal het casino hebben overvallen. Ja, maar ik hoop wel dat we met die arcades ook kunnen spelen, zeg maar, een keer. Ja, maar ik hoop dan wel, omdat het de arcades van onszelf zijn, dat we niet hoeven te betalen, maar dat we wel uitbetaald krijgen. Ik heb alleen nog maar geld verloren in het casino. Ze hebben gewoon aan mij verdiend en dat gaan we nu weer terugspelen. Ja, weet je wat het is? Je hebt altijd zo, zeg maar, dat moment in GTA dat je moet betalen, hè? Ja, ja, ja. Ja, die komt er ook gewoon weer bij, hè? Oh ja, jij moet zoveel betalen. Ja, ik ga ook weer 3000 zijn. Als je een boot hebt, moet je betalen. Als je... Ja. Een garage moet je betalen, als je CEO hebt moet je betalen. Ja. Voor alles moet je inderdaad betalen. Bunker, ja. Ja. Ja, maar ja, we gaan nu geld verdienen, Rijn. Ja, ik hoop dat we veel geld gaan verdienen. Ik zal heel veel op een mapje kijken waar we helemaal naartoe moeten. Oh, we moeten echt helemaal naar het noorden gewoon, joh. Oh. Zo ver naar het noorden als we kunnen. Eigenlijk waar jouw arcade hall zit, want Rijn's arcade hall die zit hier helemaal bovenin. Dus ik heb een klein beetje geluk gehad dat ik... Dat ik hem in de stad heb kunnen kopen, maar ja, Ryan helaas. Ik ben bij de prison. Ja, je bent helemaal verkeerd gereden. Ja, nee, ik wil afsnijden. Ja, afsnijden, dat werkt niet, joh. Jij hebt wel een off-road auto, toch? Ja, dat, kijk, dat is gewoon op de veto vooruit lopen. Ik zie het, ik zie het. Het is wel tactiek, ja, dit. Dat klopt. Maar pas op voor de vangrail. Wat? En daar kan hij er niet overheen dan? Oh, wow, wat slecht. Dit is echt slecht. Dat was te proberen, hè. Kunnen we niet gewoon hier een vliegtuig pakken? Rij gewoon hier naar het vliegveldje, inderdaad. Waar is dan dat? Pakken we gewoon. Nee, hier aan rechts, rechts. En dan gewoon rechtdoor. Kijk, die staat er al in. Het is wel weer het meest trage vliegtuig dat er is, hè. Ja, dat maakt niet uit. Sneller dan een auto, hè. Oh, staat er ook nog een helikopter? Ja, ik ga voor de vliegtuig. Dan springen we daarna uit met de parachute en we meteen een mooie entree. Oh. Oh, Jan, rustig aan. Ja, dan ben ik helemaal nat, joh. Ga je even vliegen? Ik zal wel vliegen, daar ben ik goed in. Oké. Oké, nu hebben we veel vertrouwen. Als we crashen, dan niet mijn schuld. Ik zou niet meteen opstegen, ik zou de landingsbaan helemaal benutten. Ja, dat doe ik ook. Nou, want de vorige keer ging het niet helemaal goed bij mij. Maar is het wel goed gegaan? Nou, ik had daar net zo'n jet hero. En ik dacht, ik steeg gewoon op. Ik ga niet heel die landingsbaan gebruiken. Nee, je moet een beetje wat snelheid hebben. Knal ik zo tegen een boom aan. Dat was tafgelopen. Kijk, we gaan al. Alles onder controle. Kijk, een beetje turbulentie. Ja, turbulentie maakt niet uit, jong. Nee, joh. En kijk, nu kunnen we wel over de berg heen. Dus uiteindelijk gaat het wel sneller, denk ik. Ja, alleen het is een beetje ook mistig. En het is lekker weer buiten, maar niet eens. Nou ja, dat geeft volle moed. We moeten wel, als we ook mensen echt moeten gaan afschieten, moeten we wel een klein beetje teamwork hebben, hè? Ja, dat klopt, dus, dat klopt. De communicatie moet erin zitten. Ja, nee, daarom. Dus dat moeten we eigenlijk even gaan oefenen. Nou, jij vooral dus, maar ja.
Nou, geef mij weer de schuld hoor. Oh, Mount Chiliad. Mount Chiliad. Niet op driehoekje drukken, hè? Nee. Het begin met de K. Hè? Huh? Ik zeg het begin met de K. Oh, dat hè? Of niet dan? Nee. Oké. Okay. Zijn we er al bijna? Ja. Wat wil je doen? Moet ik hem landen of... We hebben een parachute. Nee. Ja, oké, dan springen we eruit. Ik vind het best. Doei. Doei! Pas op voor de bomen, zou ik zeggen. Ja, pas op voor alles, zou ik zeggen. Oh. Nou, okay. dat ging weer al goed. Zien wat de kwam... grond was iets lager dan ik dacht. Dus... jongens. Ik ben er weer. Dit is dan mijn teammate, hè. Oh, de truck is weg. De truck is er niet. Ja, Lester, dit is jouw schuld. We hebben net ons vliegtuig weggedaan. Ja, we moeten even een auto... Het ligt niet, er waren mensen dood. Ja, hij is de truck aan het zoeken. Hey, ik nak deze auto even hier. Nou, ik denk niet dat dit heel prettig is. Er liggen hier mensen dood. Echt? Ja. Oh, staat op de map. Oké, dan gaan we. Ik heb een auto hierheen. Ja, kom op. Allemaal op. Hij is niet heel snel, maar dat maakt niet uit. Ik pak mijn wapen erbij, want als er hier inderdaad allemaal mensen afgeknald... Nee, ik pak mijn sticky bombs erbij. Gaat het niet zo goed. Ja, kijk uit ermee, hè. En inderdaad. Er gingen allemaal lijken. En kijk, de truck die staat ook open. Ja, ze hebben alles meegenomen. Ja, het is van ons! Ze hebben waarschijnlijk de arcades gewoon in een andere truck gestopt. Ja, maar dat zijn onze arcades. Klopt. Zo, waar is die helemaal naartoe, jong? We nakken ze, dus daarna zijn ze van ons. Moeten we ver? Oh, die vent reed gewoon in de stad! Nee, ze moeten helemaal terug! Ja! Waarom hebben we dat vliegtuig weggedaan? Ja, jij zei dat we zouden springen! Ja! Ja! Die vent zit helemaal hier te rijden, moet je kijken op de waypoint. Wil je weer 5 mil terug? En hij reed, hè? Ja, maar dan komen we vanzelf wel tegen. Oh. Er zit ook een straaljager achter. Ja, ik hoor bombardementen hier, hoor. Oh. Let op de weg. Niet naar die waypoint toe, maar gewoon de weg blijven volgen, zeg maar. Dus gewoon rechtdoor. Kijk, de communicatie, daar ben ik in te gaan. Ja, hij is on point. Kom op. Afrit of rechtdoor? Wacht, ik check. Nee, gewoon rechtdoor. Omhoog? Blijven. Ja, weet ik veel. Ja, hij moest hier af, hè? Nee, gaat goed. Denk ik. Nee, volgens mij moest ik hier af. Jawel, je rijdt goed, ik zweer het. Alright. We rijden hem echt tegemoet. Oké. Hij rijdt namelijk deze kant op en wij rijden nu de andere kant op, dus we komen hem zo meteen tegen. Hij zit ook op de snelweg. Toet. Oh. Ja. De bak was niet naar beneden, hè? Nee. Rijn denkt dat hij kan vliegen, joh. Hoppa, hier aan de kant, joh. Daar gaat zijn golfie. Even kijken. Ja, we zijn er nu wel bijna, hoor. Ja. We zijn als op de highway. Als we de brug over zijn, dan moeten we elkaar daarna tegenkomen. Dus ik zal wel zo meteen alvast naar de andere kant van de weg gaan. Naar de brug. Ja. Ik heb mijn wapen al vast. Ja. Dus dan moeten we heel even kijken. We moeten niet een sticky erop gooien, want dan gaat natuurlijk ook al die equipment kapot. Oh, bedankt. Je hebt me 5000 betaald. Hey, alsjeblieft, jongen. Thanks. Zo moet het, hè. Oh, en we hebben nog niks gedaan. Nee. Betaal je nu al? Dat is echt zonde gewoon. We moeten vaker gewoon niks doen. Ik zal naar de andere kant van de weg gaan, zo. Nu. Ja, ik kan hier niet in verkeer, jong. Hier, daar rijdt hij. Oh. Ja! Hier, kan je er hier. Hier. Voor je. Ja? Als je voor hem gaat rijden, schiet ik de bestuurder wel af, ja? Dan pakken we hem wat over. Wat doet die vent? Ja, kijk wat jij ja, pas doet, op, man. Schiet niet op onze arcades, beetje hè. Een beetje remmen. Nee, ik schiet ook niet op de bandjes. Door. Prrrr. Oké, dat is één. Oké, stop maar. Oké. Oh. Ik ga stoppen, jongen. Kreeg die er... Nee. Kom. Ik zit erin. Eruit, meneer. Hup. Hoppa. Beetje onze equipment. Ja, zit er nog één in. Ja, eruit, right. Jong. Hoppa. Hé hey Jan, wacht even! Oh. Ik zat er nog niet in, jong! Ja, het gaat weer lekker. Ja, gelukkig niet zo ver, dat scheelt. Ja, gelukkig is je facility wat dichterbij dan de mijne. Ja, nee, dat is wel anders mooi, moesten ja. We met die truck weer helemaal naar de wisten. Dan moesten we weer helemaal terug. Nou, een klein stukje rijden. We kunnen wel een beetje zien wat er op de achterbak zit, of niet? Zie je wel wat kleurtjes, wat dozen? Ik ben benieuwd. Zie iets oranjes? Moet je weer first person zetten? Ik kan niks zien, jongen! Oh, er zit een bloedvlek hier, ook.
Oh Jan, moeten wij je bordje oplezen, hè? Waar je naartoe moet, hè? Mijn bordje? Ja, dat is zo'n bordje van waar je naartoe moet, zo je oh routes. Ja, waar ik moet afleveren inderdaad. Ja, ja. Nou, ik heb al veel afgeleverd, er staan al veel kruisjes ja? op namelijk. Heb ik goed gedaan. Oh, achter ons Ryan! Oh. Geen stickies gooien alsjeblieft, anders hebben we echt een probleem namelijk. Ja, dat klopt. Gewoon met je Uzi of met je pistool schieten. Nou, maar ze houden ons niet eens bij. Nee, we hoeven ook nog maar 1 mijl, dus we zijn er al bijna. Oh, ze zijn ons kwijt. Er kwamen mensen achter ons aan, maar die zijn ons in één keer kwijtgeraakt. Nee, ik vind het niet erg. Ja, ik ook niet. We zijn er al bijna. We moeten hier zo meteen naar links. Hop. Nou, dat heeft de vaart hoor. Ja, nee, daarom. To the left, to the left. Nee, de right. Oh, het is de right, sorry. Weet je wat iemand ook toen mij in de video had geregeld? Nee. Ik zei expres om jullie te trollen, zeg maar, zei ik, ja, naar links jongens, naar links, maar we moesten naar rechts. Toen zei hij in de comments, zei hij, Jan, jij weet echt het verschil tussen links en rechts niet, hè? Maar nee, dat was expres, zodat jullie verkeerd gingen rijden. Maar dat is verschil aan jou en mij. Jij doet het expres, maar ik niet. Nee, maar jij doet het per ongeluk, maar het lijkt alsof je het expres doet. Ja, klopt. Ja. Ik mis er altijd tussen. Oh, zijn we? Moeten we parkeren? Oh, hier, onder de brug. Ja, ik zie het. Hé, mijn arcade, Jan. Ja, mooi, hè? Ja, je beukt er weer helemaal mee, hè? Oh, nee, niks standje, joh. Okay. Kijk. Alles onder controle, even niks achteruit in parkeren. Zo, en nu toch. En dan kunnen we gaan lossen. Losse jongen. Ja, het zag er wel heel leeg uit binnen, dus ik hoop dat het nu wel al wat voller staat. Ja. Geen idee wat we nu natuurlijk hebben vervoerd, maar... Ja. Het is binnen. Hoi, rustig. Ja, we kunnen beter even kijken. Ja, zullen we even naar binnen lopen? Nou, als ze het nu al hebben klaargezet, dan zijn ze snel. Ja, maar hé, we hebben twee werknemers, hè? Ja. Iemand Wendy die, en Jimmy. Wendy die staat alleen maar achter de bar en Jimmy staat er als een... Die staat als een domme. Ja. Het gaat om het idee, hè? Het gaat om ja, het idee dat klopt. Ze krijgen er nog voor betaald. Oh. Hoor. Oh, is ze wel aan het uitsluiten? Ja, ze is al aan het spelen. Maar ze werken niet. Nee. Oh, ze hebben geen internet. Volgens mij zit hij in de stroom. Oh my god, echt. Wat een zootzak, echt. Oh, wat een man. Oh, Lester is er op een kleed hoor. Ja, ik wil geld verdienen. Ja, ik ook. Nou, Jimmy doet helemaal niks meer. Oh! Ze hebben beneden ook al een makeover gegeven. Het is wel een beetje netjes nu. Ja, het stond hier helemaal vol met troep, ja, maar... Het is al wat beter. Ik vertrouw die gast niet helemaal, Ryan. Nee, die vent met zijn brilletje. Ja. Die zit daar echt als... Kijk, die zit de hele tijd te appen ofzo. Ja, hij is druk. Maar waarmee? Dat is de vraag. Of hij is aan het opnemen. Iemand met zijn mooie sticky. Ik snap er helemaal niks meer van wat hij allemaal zegt, joh. Hij zat het hele bord aan het volschrijven. Hij is druk, jong. Ja. Hij krijgt zo nog een hartaanval, joh. Rustig, Lester. Rustig. Hij is allemaal aan het uitleggen wat we natuurlijk allemaal moeten gaan doen. Zo! Nou, ik snap er niks van. Ik wel. Ryan. Zo makkelijk. Ja, gewoon overvallen. Ja. Maar je pakt je stokje af, Jan. Alright. Ik zie een drone.
let's start by just doing it once. I got a text. The rosé is getting warm. Georgina, please. Oh, Huang. If you need me for anything, please don't hesitate to call. We'll stay in town until it's done. It's in good hands. I mean it. Anything, call me. Roger that. Roger that. Roger that. Idiot. Okay. Ik denk dat hij een beetje verliefd of zo is, maar ik weet niet waarom. Ja, hij had ook al een date in het hotel, hè? Dat ja, hij wilde ook al een date, ja, maar dat was een afspraak. Ja. Dat was een zakelijke bespreking, maar... Oh, ja, niemand... Ik vind het wel leuk voor hem. Oh ja, hij gaat ook tekenen, onze eigen okay. tekening maken. Okay, zijn tekening sloeg helemaal nergens. Wij gaan gewoon een heus tekenen. Nee, wij gaan het heel netjes op het bord zetten, Ryan. Kijk, okay. Het is veel beter. Wat heb je al geschreven? Ja, een klein stukje to-do, wat we moeten doen. Oké, wat is het eerste? We moeten casino gaan checken. Ja? En we moeten de kluis gaan checken. Oké. Want ja, ons doel is natuurlijk uiteindelijk om het casino te overvallen. Dus ja, dan moeten we natuurlijk wel wat... investigation doen. Ja, we moeten... onderzoek doen. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik denk dat dat voor volgende keer weer is, hè? Ja. Er komen heel leuke dingen aan. Precies, we hebben nog meer dan genoeg om te doen. Maar het ziet er wel wat mooier uit. We hebben zelfs machine hier staan, dus we kunnen al wat We kunnen darten, Jan. Kost het me geld? Het kost geld, terwijl het mijn eigen machine is! Oh, we kunnen gewoon darten, jong. Yo, echt? Ja, je kan gewoon echt darten. Oh, kom op, laat eens even zien wat je kan dan. Oh ja, ik kan dat niet. Wat, zou ik het doen? Ja, ik... Oké, oh, we hebben nog geen één keer andere kleren aan. Ik ben. Oh, hoe werkt dit zelf? Easy. En gewoon in die 20 gooien, hè. Ben jij nu aan het schieten? Oh, lekker. Ja? Oh. Oh! We moesten kijken wie er won, we hadden hem in de bullseye moeten gooien. Oh. Ik dacht dat we al begonnen waren. Ja, ik ook. Nou, jij bent, kom op. Wie het eerste uit is met 301, dat is alles wat we doen. Oké. 25 heb je al. Gaat niet zo goed draaien. Oh. Nou, je hebt 26 of zo, weet ik veel. Ja, ik ben er niet zo goed in. Hier, easy. Ja, jij doet het aan Alex, hè. Tuurlijk. Kijk, hoppa. Nee, die was ernaast. Ja, maar het was wel in de 20. In ieder geval niet in de 1, dus ik vind het best uit. Ho! Hier! 100! 100! Oké, komt-ie, hè? Ja. Ik vind wel dat ze even lampen moeten gaan ophangen hier, want het is zo donker, man. Klopt. Hier, dat dakbord niet eens. Oh, lekker. Die was lekker. Erin, hè? Ja, ja. Oh. Alweer! Nee! Oké, dan gaan we weer. Ho! Oh. Netjes. Oh, jammer. Nee, ik probeer het snel te doen, hè. Netjes. 100! Is dat gewoon 1 set, of is dat... Ik had, 140! Huh? Ik zit nog maar op 61, je hebt even wat inhaal... ik denk dwars te gooien. Oh, dat is die, ja, die is raak, hè. Ja, die was in de 60. Ik moet met een dubbel uit, hè, toch? Ja, volgens mij moet je... In 1. Ja, en nu moet je... Dan gooi ik hem in 20 en dan dubbel 20. Ik heb 40 over nu namelijk. Ja. Ho! Was die raak? Ja. Beast mode! Ja, ik moet even gaan oefenen, denk ik. Oi. Nou, gefeliciteerd. Hey, we doen het later wel opnieuw als er wat belichter is, want ik zie namelijk heel het bord ook niet aan. En misschien met een muziekje erbij of zo. Ja, precies. Ja. Met een colaatje erbij, een biertje erbij, alles onder controle. Gratis cola, hè? Nee, het kost $1. Probeer maar, je moet ervoor betalen. Nou, wat is dit nou weer? Nou, ik pak er wel eentje. Ik had ook wel verwacht dat die gratis zou zijn, maar helaas. Maar, daarbij zit de allereerste aflevering van de Casino Heist er natuurlijk wel op. Dus Ryan, we gaan de volgende keer gewoon weer verder, toch? Ja. Precies. Kijk, hij heeft er helemaal zin in. Ja, ik heb er helemaal zin in. Hij wordt helemaal wild. Jij bent vechten. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor de sport. Hou mijn kanaal in de gaten, hou Ryan's kanaal in de gaten. En tot de volgende aflevering. Doei.